Als combinatie Maas Samen doen wij een opdracht van Waterschap Limburg. Een dijkversterking uitvoeren, dijkversterking Belfeld. En in Belfeld, daar komen op 3 locaties, wordt er glas toegepast in de primaire waterkering. En daarvoor doen wij een slingerproef met een boom om te kijken of de ruiten, zoals wij ze berekend hebben, ook voldoen aan de krachten die erop kunnen komen. Van zijn de drijfvuil, mocht er hoog water zijn. Ze hebben eerder testen uitgevoerd op een glazen waterkering. Die is ook hier in de Deltagoot getest. Dat was een glazen waterkering nabij Neer. Dat was ook voor het waterschap Limburg. En wat we daar heel erg zagen was dat die golven eigenlijk helemaal niet zo belangrijk waren voor de belasting op die waterkering. Maar dat het echt bij die boom vandaan kwam. En dat dat de grootste belasting gaf. Dus we hebben de proef nu veel kleiner gemaakt dan toen. En eigenlijk gefocust op de boom. We hebben een eerste test gedaan zonder breuk. Gemeten zijn vervormingen en spanningen, dus de trekkrachten zullen we zeggen, in het systeem. Toen is er een tweede test gedaan met een gebroken ruit aan de waterkant. Nou, die test kwam naar voren wat ik ook verondersteld had, dat die gebroken ruit aan de waterkant geheel of gebroken eigenlijk niet uitmaakt voor de sterkte. Toen is de ruit gebroken aan de landkant, we kregen een iets grotere vervorming en dat ging ook gewoon perfect. Toen hebben we een tweede ruit gebroken aan de waterkant met een impact. Toen is de derde ruit gebroken vanuit de waterkant. Toen brak de vierde ruit ook mee tegelijkertijd. Dus we hebben een test gedaan met 1 hele ruit en 5 gebroken ruiten. En toen hebben we het nog een laatste keer gedaan. Toen zijn alle ruiten gebroken. Voor ons valt het mee omdat wij eigenlijk sec de sterkte van de ruit moeten kijken. Dat hij niet bezwijkt als de voorste en de achterste op- of ruit zijn bezweken. Die test heeft de ruit glansrijk doorstaan. Alleen de gegevens die er zijn geweest vanuit Neer. En de aanvullende gegevens vandaag, daar kan onze glasontwerper weer meer data uit genereren voor zijn berekeningsmodellen. En dat is eigenlijk de waardevolle toevoeging van de test die we vandaag hebben gedaan. Ik krijg data van vervormingen, dus hoeveel die naar voor en naar achteren gegaan is op een paar locaties. Dat hele model kan ik in de computer zetten. En op basis daarvan kan ik kijken wat het krachtsysteem geweest is vanuit de impact. Dat kun je weer herrekenen naar wat de hele situatie eromheen is. Dus het voordeel van nu is dat ik eigenlijk alle parameters heb. Dus dat ik dan moet kijken in hoeverre het model sluit, ook inderdaad met al die parameters. Dat is een heel groot voordeel. Voor glazen waterkeringen denk ik dat die kennis heel relevant is. Want wat je ziet is dat onze dijken, zeker met zeespiegelstijging, steeds hoger moeten worden. Infrastructuur die we achter die dijk hebben zitten, komt steeds meer in het gedrang. Een hogere dijk heeft meer ruimte nodig. Dus als je wat minder ruimte kan innemen met zo'n glazen waterkering, dan is dat natuurlijk op sommige plekken een hele goede oplossing.